Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is, hoe laat is het, weet ik niet eens. Even een moment. Trouwens, een hele hartelijke welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina. En de beestenbroer, ja. We gaan er gewoon weer tegenaan. Ja, moet even wat doen. Zo. Het is vandaag de 26e juli. En het is 11 uur 22. Om 12 uur krijg ik mijn vakantiehulp. Ik heb alles dicht. Deuren, ramen, alles is dicht. Die is aan. Gordijnen is dicht. Boven is alles dicht. Ja, staat in het protocol. Ja, dat mogen niks open hebben. Vanwege de warmte. Hou uw huis koel. Dat ding staat aan. En om 6:15 vanavond mogen we pas de boel opengooien. Ja, niet eerder. Tenminste, ik geloof wel. Moet ik even in mijn mobiel kijken. Het hele verhaal staat daarin. Dus ja, dat is gewoon. Even dan afwachten. Hoe en wat. Even kijken. Even de stoel weg. Zo, gaan we die even openmaken. Want het staat dus in mijn mobiel. Ik heb het ook een paar mensen ook doorgestuurd. Waarschuwing niveau 2. Ik zit jullie daar even neer. Ik hoop dat jullie me zien, maar ik weet niet. Oh, sorry. Zo. Waarschuwing niveau 2 KNMI komt met code oranje. De aanhoudende warmte was voor sommigen al behoorlijk vervelend. Maar vanaf morgen geldt er code oranje. Waarschuwing niveau 2. Dit is een waarschuwing dat in de zomer niet snel wordt afgegeven. Vervolgens de laatste berekeningen wordt het op woensdag gemiddeld 33 tot 35 graden, was gisteren. Op donderdag, vandaag en vrijdag, morgen, kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 35 à 38 graden. Zeer lokaal is een nieuwe warmterecord mogelijk. Tref bij waarschuwingen 2 de volgende maatregelen. Ga niet naar buiten tussen 13 en 15 uur. Ga ik ook niet. Ik wil anders te doen. Drink meer dan 3 liter water per dag. Drink minimaal 1 keer per uur als je... Ook als je geen dorst hebt. Houd kinderen buiten de zon van 11 tot 17 uur. Ook de dieren, hè? Denk daar ook vooral om. Verwijder plastic flesjes uit je tuin. Brandgevaar. En ook auto. Geef 's avonds een plant en gezond water. Overdag brandgevaar. Bescherm uw lichaam met minimaal factor 50. Doe geen inspannend werk tussen 13 en 16 uur. Verkoel uw huis tussen 13 en 15 uur. Nou, dat doe ik nou al. Open uw raam en gordijnen vanaf 18 uur 45. Let op mensen in uw omgeving. Ondanks dat code oranje wegens hitte. Ja. Ondanks het. Nou! Wegwezen. Ondanks dat code oranje wegens hitte vrij zeldzaam is, is het in dit geval erg logisch buiten het feit dat wij een mogelijk warmterecord behalen. Sinds 1937 liggen de UV-stralen ook behoorlijk hoog. Hierdoor kan je afbranden binnen 10 minuten.
Deel dit bericht met zoveel mogelijk vrienden, familie en kennissen. Waarschuw vooral ouders, 50-plussers en mensen met overgewicht. Raadpleeg de huisarts wanneer u langer dan 24 uur onderstaande klachten heeft. Aanhoudende droge mond, weinig urineren, ondanks veel drinken, aanhoudend duizeligheid, aanhoudend hoofdpijn, combinatie van bovenstaande extreme weer. Volg deze beginnen later, volgen er meerdere updates. Dus ik hoop dat jullie het kunnen onthouden. Mijn hoofdpijn heeft er niks mee te maken, dat is bij mijn stress. Dat heb ik al jaren. Dus ja, het is dat jullie het maar even weten. Dus daarom heb ik het maar even voorgelezen. Ik denk dat er een hoop het wel weten, maar er zijn ook mensen die het niet weten. Ook mensen met kinderwagens. Alsjeblieft, lieve mensen. Ga geen doeken ervoor hangen. Dat is levensgevaarlijk, want eer dat jij het weet, komt die hitte in die kinderwagen achter dat doek en jouw kind is levend gekookt. Zit je daarop te wachten? Dacht het niet. Met hondjes, net zo goed, zie jij. Een hond in een gesloten auto op een parkeerterrein bij een supermarkt staat, ram die ramen kapot. Dat mag, dan ben je verplicht aan die hond. Hadden die mensen die hond maar thuis moeten laten. Simpel. En zo, hou daar rekening mee. Let daarop. Let op ouderen. Net wat ik zeg, 50 plus, dus ik ben er ook een, maar ik let er zelf wel op, want zo gek ben ik niet. En je dieren. Ik heb voor mijn hondje, en dat wisten jullie al. Ga eens even weg, meisje. Ik heb die blauwe mat daar leggen. Dat weten jullie, dat is een koelmat. Maar waar legt meneer op? Op een natte handdoek. Die handdoek is nat. Die haak boven vannacht. Daar heeft hij ook op gelegen regelmatig. Dan weer even op bed en dan weer daarop. Dus ja, zorg dat het dat ze een verkoeling hebben. Ook heb ik dat gekke ding aan die zoveel lawaai maakt. Dus ja, hou je huis koel. Denk om je diertjes, denk om jezelf. Maar denk ook aan anderen. En waarschuw mensen met dat gedrag. Met doeken voor die kinderwagens. Levensgevaarlijk voor jouw kind. Het kindje gaat dood. Die wordt levend gekookt. Wil jij niet op je geweten hebben? Toch? Nee, ik ook niet. Maar ja. En dan is nog de vraag. Luisteren ze ook naar jou? Ja, die mensen heb je ook. Want die zeggen. Ja, maar dit is heel anders. Deze doek hoort bij die kinderwagen en die laat geen warmte toe. Ja, lul mekaartje, dat laat wel warmte toe. Alle doeken, al het stof laat warmte toe. Ja, wat voor kleur het ook is, ook wit laat wel warmte toe hoor. Echt wel. Zwart, wit, rood, groen, lila met een donderwolkje, maakt niet uit. Het laat warmte toe. Het moet gewoon een parasolletje erboven hebben. Meer niet. En ook nu met dit weer, laat ze binnen, in huis, veel te heet. Ja, nou lieve vrienden, ik vind dat ik weer genoeg gesproken heb. Ik ga mijn eten doen, want anders dan komt mijn huishoudelijke zorg, die invalt. Dat heet trouwens ook Rebecca, wel leuk. Jong grietje nog, 21 jaar. Maar ze is wel al moeder, ze is zelfs al getrouwd, dus dat kan allemaal. Maar ja, die komt om 12 uur, komt een half uurtje eerder. Dus dan wil ik wel even klaar zijn met mijn eten. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Wat jullie ook doen gaan. Hou je hoofd koel. Denk goed na met dit weer. En blijf kalm. Doe niet te veel. Werk niet te hard als je werken moet. Mag niet. Je kan beter naar huis gaan of... Ja, weet ik veel wat. Vraag vrij. Ja. Dit. Je mag in principe aan eens niet echt meer werken met een hittegolf. Nee. Dan mag je 's morgens vroeg werken en dan 's middags fiesta. Dus, denk erom. Ja, lieve vrienden. Het is nog steeds bloed en bloedheid. Voor velen.
En ja, het poezenbeestje, dat het bandje wil niet, zo. Dat poezenbeestje ligt daar al wel in de schaduw. Maar, en het hondje loopt even buiten, die moest even het een en het ander doen. Dat ruim ik vanavond al op, want de tuin ligt in de zon nog. En ik ga dat nou niet opruimen, nee, komt straks wel. In huis is het 27,5. Bij de poort is het 32. Ik had er net de ventilator wel aan, maar ik heb nog steeds alles dicht. Doe hem straks weer even aan. Ik heb vandaag ook nog niet veel gevlogd. Nou, morgen wordt het weer een dag van niet veel vloggen, omdat morgen Astrid weer komt. Dus ja, dan maak ik daar weer één vlog van. Komt goed, toch? Ja. En zaterdag, dan ga ik natuurlijk weer eventjes, ondanks dat de markt is, eventjes dat painten op die gevels weer even kijken. Hoe en wat. Hoe ver ze daar zijn. Maar voor de rest, ja, gaat het allemaal goed. Het is benauwd, warm, heet. Ik zweet niet erg, maar ik heb het wel benauwd. Ja. Dat zal ook aan mijn praten te merken zijn. Maar ook dat komt goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie dag. Het is namiddag, hoe laat leven we eigenlijk? Even kijken, het is 16:54. Ik ga nog een bakje koffie maken en ik ga water drinken. Ik ga niet koken. Ik neem lekker een broodje en desnoods een gebakken eitje. Ik moet vanavond wel in de schuur wezen, want ik moet even gaan denken van wat we morgen zullen eten. Ik weet het niet. Nee, maar ik heb in de schuur ook nog een grote friet, tenminste grote, een tafelmodel vriezer staan. Even kijken wat daar op is. Kijk, mijn hondje die geeft het aan, ik wil weer naar binnen. Dus binnen veel beter. En die blijft leggen. En dus die heeft pech. Dus, hè, hondje van me. Kom maar op de natte handen leggen. Is nat. He, ga maar lekker liggen, man. Goed zo. Grote jongen. Ja. Je bent lief. Het is warm, schat. Ja. Mwah, liefje, hè? Ja, is lief, hoor. Ja, is lief, hè? Ja. Oh, godzie. Ga maar lekker liggen. Nee? Ga je doen dan? Ga je doen, waar ben je? Oh, blokje om. Ga mijn watertje drinken. Goed zo. Dat ja, lieve vrienden, geniet van alles. Ik weet niet wat jullie gaan eten, maar geniet daar ook van. En we spreken elkaar later wel weer vanavond of zo. Komt goed. Ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Kijk, lieve vrienden, we zijn even op de dijk beland. Maar daar zit dus een naalscholver. Ik hoop dat jullie hem wat kunnen zien duidelijk. Ik zoom weer even uit. Als dat lukken wil. Bij mij lukt het meestal niet. Maar het is ook druk met bootjes en scheepvaart, etc. En daar loopt onze Chrissy. Ja, ja. En we hebben de zon voor ons. Dus dat is heel moeilijk te zien dus ook. Maar dat maakt niet uit. Nee, we rijden rustig lekker richting die kant op. En daar zit die aalscholver. En dat gebeurt bijna nooit, hè? Meestal zitten ze al in het water. Toch? Chrissy? Ze zitten toch meestal in het water, die beesten. Ja, zoals dat paaltje daar in het water. Ik loop langzaam naar beneden om toch wel een mooie foto van het beestje te maken. Hé, hier nou.
Oeh, je bent een fotomodel geworden. Je bent een fotomodel geworden. Sluipt verder als een roofoverval. Ga je een roofoverval plegen? En daar gaat een bootje te klotsen in het water. En beestje blijft met zitten. Is nog steeds niet bang te krijgen van Chrissy. En die komt steeds beetje bij beetje dichterbij. Het beest lijkt wel uitgeput te zijn. Echt geweldig, hè? Daar moet men dus geduld voor hebben. Echt heel veel engelengeduld. Want het blijft gewoon zitten waar het zit. Ik denk zo, wacht, laat ze maar gaan. Daar hey, een aalscholver. Lijkt echt niet op een pinguïn, ik leef hier niet eens. Steeds dichterbij, hè? Stapje voor stapje. Mooi gezicht. Jeetje, wat komt daar al aan? Wat is dat voor een gevaarte? Een heel groot gevaar te nou, aan de linkerkant. Ik zal er even naartoe gaan. Kijk, dat grote kreng. Jotere, wat het is, ik weet het niet. Ik heb zoiets nog niet eerder gezien. Maar ja, ik vind dit mooier. Kijk, kopje omhoog. Je komt nou te dicht bij me. Je komt nou te dicht bij me, zegt ze.
Heb je genoeg foto's van me gemaakt, zegt hij. Hé, dankjewel lieverd. Dat ze dat mochten doen. Filmen hè, en foto's maken. Ja, ik had jullie op het gegeven moment allebei te zien. Ik hoefde niet meer te wisten. Kijk eens daar waar komt. Wat is dat voor een ding? Het is een Het is geen plavaaier. Nee, het is geen plavaaier. Daar komt een zwemmer aan. De wie? Ik kom daar niet aan. Daar komt een zwemmer aan. Oh, ja, nou dat kan. Die manier. Nou, ik hoor net van Chrissy dat schip wat daar gaat, dat grote kring, haalt stenen bij de kust weg. Dus dan weten we dat ook weer. En die aalscholven die zitten nog steeds. En er komt een zwemmer aan daar ginds. Ik denk wat zit daar te spartelen. Ook leuk om dat even te zien. Dus die is weet ik veel waar. Ja, dan gaat die aalscholver het water in. Ook leuk. Die denkt ook van... Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ze bekijken het maar. Ik heb mijn best gedaan om als fotomodel te functioneren. Een jonge aalscholver. Ja. Het beestje was gewoon uitgeput. Nou, en daar komt die zwemmer aan. Ik hoop dat jullie hem zien. Want als ik in ga zoomen, ja, dan wordt het weer zo waas. Dat vind ik zo zonde. Ook leuk om te zien. Het lijkt wel of hij een badmuts op heeft, diegene die er zwemt. Ik zei er net eentje hier die achter me stond, van dat de penguin was. Ja, ik hoorde het. Maf. Ja, maar dat vind ik niet normaal om dat dan te zeggen, weet je. Gekkeus. Nou, dan komt hij dichterbij. Kijk eens, lieve vrienden. Het zonnetje gaat even achter een wolk schuil. Ja, hoe mooi is dat? Prachtig gezicht. We hebben het er net over van, ja, de zon die staat nog te hoog. Want we willen de zonsondergang even natuurlijk ook even filmen maar voor jullie. Ook heel mooi. Maar dit is grandioos zo mooi. Maar ja, er is een poot van mijn statief afgevallen. En die moet ik zo even oprapen. En dan komt het zonnetje weer. Mooi, hè? Zo geweldig. Dat de natuur zo mooi kan zijn. Schitterend. Nou ja, ik moet mijn pootje oppakken. Dus lieve vrienden, tot straks. Dit is even leuk. Zo dan. Oh, wat lief. Ja, maar het balletje is lekker. Ik kan niet lekker bijten. Die kant op. Geweldig. Zo dan.
geweldig. Andere kant op, beestje. Hij ziet het niet. Ja, dag bal. Hij ziet het niet. Hij had even de aandacht verloren. Ja, heb hem. Hij heb hem. Goed zo. Geweldig, hè? Ja, toen maar, ik film, hoor. Maar ja, we gaan weer sluiten. Want er is nog genoeg te doen. Doei, doei!